Hey, welkom bij onze nieuwe vlog. We dachten, we gaan het eens hebben over dingen die we nu doen, die we niet deden toen we niet vegan waren. Ja, niet vegan waren. Ja. Dus we gaan gewoon een soort we gaan gewoon een soort top 5 maken van de dingen die we doen, die we eerst niet deden. Daar gaan we dan. Alle pakjes in de supermarkt controleren. Ja. Toen we nog vegetariër waren, was het gewoon, als het niet op vlees lijkt, dan kun je het eten. Ja. Dus alles eten, behalve vlees. Ja, en snoep. En er zat gelatine in. Ja. Maar we waren al niet van die snoepers. Nee, maar in principe was dat best wel makkelijk. Ja. Maar producenten verpakken nu alles met allemaal kleine dingetjes erin. En dat betekent dat je aan de buitenkant niet kan zien of het vegan is. Nee. Dan moet je echt binnenin kijken. Ja. Dus als we nu de supermarkt binnenlopen, dan kan het soms wel snel gaan, want we hebben natuurlijk een soort routine opgebouwd in de tijd. Mm-hmm. Maar als je nieuwe dingen ziet, is het altijd eerst de ingrediënten lezen. Ja. Wat dan ook grappig is, is dat als iemand bij zo'n supermarktschap staat en die bekijkt de achterkant van een pak, denk ik altijd, waarom zou die dat nou bekijken? Is die toevallig ook vegan? Ja, maar meestal is het gewoon calorieën tellen. Ja, dat kan ook. Maar het is dus wel zo dat we ietsje langer bezig zijn met boodschappen doen. Omdat je eigenlijk een soort van Inspector Gadget alles moet onderzoeken. Moet controleren. Ja. Ja. En dan zijn wij natuurlijk ook nog best wel zeikers. Want dan hebben we ontdekt dat het vegan is. Mm-hmm. En dan staat er op de tweede plek van de ingrediëntenlijst suiker. En dan is het alsnog terug. Ja. Dus wij zijn best wel... Ah! Oh, jammer. Ja. Wij maken ons leven best wel ingewikkeld. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je hebt natuurlijk ook vegans die helemaal niet zo heel erg op hun health letten. Dus die kunnen dan gewoon alleen maar checken of het vegan is. Maar het moet wel. Ja. En sommige producenten, fabrikanten, die veranderen dan de receptuur. En dan is het eerst vegan, zoals wij hebben gehoord met de Remia frietsaus. Ja, en die hagelslag. En die halen ze dan weg. Ja, en die hagelslag, ja. Ja, we hadden dus hagelslag. Van Fairtrade. Fairtrade hagelslag. En die was eerst vegan, maar omdat die er dan lelijk uitzag na een tijdje, hebben ze er melk bij gegooid, zodat die een beetje bling bling bleef. Ja. En die is dan niet meer vegan. Maar dat moet je dan maar weten. En anders blijven controleren. Ja. Dus elke keer als er een verpakking verandert, dan moeten we checken. Is het toch weer kijken op de achterkant. Maar het is ook wel weer goed, want het maakt je bewust van wat je eigenlijk naar binnen werkt. Ja. En als je ziet wat er allemaal in zit, dan weet je ook echt of je dat wel in je lijf wil hebben. Ja. Dus dat is, je kan het zien als een nadeel, maar het kan ook zijn een pluspunt. Ja. En het volgende punt is best wel grappig. Het is een soort van hobby geworden. Als ik in de supermarkt rij sta, dan sta je daar en heb je boodschap gedaan, die staan op de band. Maar ook alle andere mensen hebben hun boodschappen op de band gelegd. Ja. En dan is het altijd kijken wat hun eetpatroon is. Ja. En of ze dan wel of niet vegan zijn. Het is eigenlijk een soort van spot the vegan in de kassa rij. In het wild. Ja, dus dan sta je en dan denk je, oh ja, ja, die heeft vega burgers en die heeft, ja, ah, kwart, die is denk ik vegetariër. En wat je dan ook merkt is dat als je gewoon, dat is wel grappig, dat vertelde mijn schoonmoeder, die ook vegan geworden is, zijn moeder. Ja, mijn moeder. Helemaal top. Zij was bij de Plus of bij de Jumbo, weet ik veel wat, bij een supermarkt. En er was een meisje achter de kassa en die was vegan. En mijn schoonmoeder vertelde toen, dat het meisje achter de kassa dus aan haar vroeg, bent u vegan? Omdat ze dus zag dat ze allemaal vegan dingen haalde. Dus toen kreeg ze een gesprek met het kassameisje, omdat ze het zo leuk vond dat je moeder vegan was. En toen kwamen ze dus in gesprek met elkaar. Er bleek ook dat meisje achter de kassa dan mijn blog ook weer volgt. Dus dat vond ik heel leuk om te horen. Ja, het is een kleine wereld. Ja, het is een hele kleine wereld en het is ook gewoon leuk dat als je ziet dat er een andere vegan achter jou of voor jou in de rij staat, dat het een soort van eenheidsgevoel geeft. Zo fout. Ja, het is een beetje hetzelfde. Nee, maar het is een beetje hetzelfde als wat mensen hebben. Bijvoorbeeld als je op een boot zit en andere mensen zitten op een boot, dan gaan mensen naar elkaar zwaaien omdat ze allebei een boot hebben. Ja. En vrachtwagenchauffeurs die toeteren naar elkaar. Ja. En motorrijders die doen ook even zo. Ja. En vegans hebben dan bij het veganschap dat ze dan even zo, oh, ik pak een vegan burger en dan zo, hi. En dan loop je verder. Heb je een soort connectie. Is leuk. Ja. Dus dat is grappig. Dat hebben mensen die vlees eten dan blijkbaar niet met elkaar. Nee, ik weet niet. Misschien doen ze ook wel een steak zo, hey. Ja. Omdat we het toch hebben over de kleine wereld en mensen die elkaar in het wild spotten, die dan weet ik veel, een beetje gedag zeggen en denken van, oh, we denken hetzelfde. Is het online ook wel een soort van community die, als er bijvoorbeeld een ethische discussie losbarst, zoals deze week ging het over die
kippenfarm in Waddinxveen die is afgebrand, wat heel sneu is. Dan komen daar natuurlijk discussies onder. En dat is een soort publiek nieuws, dus zijn niet-vegans die daarop reageren en wel vegans. En wat je dan ziet is, dan heeft één vegan een soort discussie en dan komen alle andere vegans komen bijspringen. Ja. Het is als een soort parasietenplaats. Ja, maar het is wel een soort van, we gaan elkaar helpen en steunen. Ja. Want er is natuurlijk heel veel informatie in out in the open die helemaal niet klopt of waar mensen niks van af weten. En dat ze dan zeggen, ja, net zoals bij die discussie met die Waddinxveen kippen die in een brand om zijn gekomen. Dan zijn er mensen die dan reageren van, ja, en om die reden, met dit soort schuren eet ik alleen maar scharrelkippen. Niet weten dat dat scharrelkippen zijn. En dat is dus een mindset van mensen, dat ze denken dat ze het goed doen, maar eigenlijk meedoen aan hetgene waar ze tegen zijn. Ja, en dat je dan zeg maar van die discussies krijgt met vegans tegen omnivoren. Dus wij zijn een soort van aparte groep ja. Die dan in discussie gaan met de omnivoor of met de ja. Vleeseter. Ja. Ja, en dan springen mensen bij. En ja, dat is leuk. Want dat had ik niet toen ik nog vegetariër was. Nou, minder, omdat vegetariër wat meer, toch wat meer mainstream is. Ja. En de vegans echt nog wel een soort van klein groepje zijn. Ja, die elkaar proberen te steunen. Ja, voor elkaar opkomen. Ja, dus dat is leuk. Gezellig. Ja. Ja, het volgende punt, dat heeft ook weer te maken met dat we voor elkaar er zijn. En dat je elkaar wil helpen. Is dat als jij eten hebt, dat je dat graag deelt met anderen. Omdat je dan eigenlijk wil laten proeven aan andere mensen dat hoe lekker vegan eten zou kunnen zijn. Met collega's of met vrienden. En vooral om mensen ook te overtuigen hoe lekker het kan zijn om vegan te eten. Ja. Maar toen ik vegetariër was, liet ik niemand meer eten proeven. Dat was best wel egoïstisch. En nu ben ik een soort open en ik wil alles delen. Oké, ik heb dat een beetje. Ik ben wel heel gek op mijn eten. Dus ik geef het ook niet graag af, zeg maar. Maar je hebt zeker wel gelijk in dat punt dat ik mensen wil laten proeven hoe lekker het is. Dus dan ga ik bijvoorbeeld ergens een freelance klus doen en dan neem ik een vegan cake mee. Gewoon, en dan zeg ik niet dat het vegan is. Laat ik ze eerst eten en dan, oh, lekkere cake, haha, zonder eimelk. En dan is leuk, dan breng je op een positieve manier, breng je dan de vegan lifestyle in de groep. En dan weten ze ook meteen dat het niet een cake is van gras, maar dat het echt lekker is en dat het gewoon dat je lekker kan eten als je vegan bent. Dus dat heb ik nu wel veel meer dan toen ik nog vegetariër was. Want ja. Dan maak je gewoon een cake met melk en ei. En dat is niet boeiend. Nee. Dus dat heb ik ook wel. Maar delen is dan wel weer een groot woord. Ik geef ze een hapje. dat noem ik delen. Oké. Okay. En het laatste punt wat ik merk, wat ik nu doe en wat ik niet deed toen ik vegetariër was, is heel veel mijn eten preppen. Dus heel veel in bakjes en meenemen. En bijvoorbeeld mijn blender op vakantie meenemen. Ja, maar dat was ook met die Ibiza-vlog ja. Werd dat duidelijk. Wij hebben voor het eerst een eigen blendertje meegenomen. We hadden eerst een oude blender, die was best wel klein. En die werd op een gegeven moment gewoon te klein, want wij gooien best wel veel in de blender. Ja. Maar die kleine hadden we dus bewaard. Dus toen dachten we, we gaan voor het eerst op vakantie als vegan. Ik bedoel, die vlog is trouwens leuk. Dat is vlog 1 van Vegan Animal. Maar ja, dus die hadden we meegenomen, omdat we dachten, ja. Maar we moeten natuurlijk nog wel onze shakes maken en onze voedingsstoffen natuurlijk binnenkrijgen. Dus we hadden voor de zekerheid een pak aardproteïne meegenomen met een klein blender. Dat had ik daarvoor echt nog nooit gedaan. Nee, het is dat je natuurlijk niet op elke hoek van de straat zomaar iets kan halen en op kan eten. In Amsterdam is het sowieso best wel dat je best wel veel kan halen overal en dat er altijd wel een soort van vegan optie is. Dus in grote steden, ik denk Rotterdam ook wel en Den Haag, daar is best wel veel. Dus als je gewoon in het wild rondloopt, in het wild, dan kun je wel gewoon hier en daar wat halen. Dus dat is hartstikke makkelijk. Maar dat is natuurlijk niet overal zo. Dus als je dan op pad gaat, dan wil je wel goed voorbereid zijn en niet denken van, oh, ik heb nu niks, dus ik eet maar niks. Maar het was wel weer echt zo van spot the vegan. Wij werden op het vliegveld dus aangehouden. Ja. Omdat ze dus zagen dat er in zijn koffer een blender zat. En toen vonden mensen achter ons het ook echt heel raar dat wij een blender meenamen. dus het was ook weer mooi, echt zo typisch zo van, oké, je bent vegan en je moet weer apart doen. Maar ja, het was wel ook al weer grappig en typisch. Ja. Dus dat is ook inderdaad wel iets dat we doen sinds we vegan zijn. Echt van tevoren bedenken, oké, gaan we een dag weg?
prop vast wat eten in je tas, want voor hetzelfde geld kom je niet zo snel langs winkeltjes waar je vegan voedsel, broodjes, snacks kan halen. Dus dat had ik wel, dat heb ik ook wel. Ja. Ik had het echt ook minder. Ja, als je vegetariër bent, dan kan je eigenlijk overal gewoon wel eten. Ja, broodjes kaas zijn overal wel. Ja. En het is ook heel vaak dat als je onderweg bent, dat mensen je ook wel willen helpen. Dus dan zeggen ze, ja, ik heb lekker vegan wraps. En dan vraag je van, zijn die wraps ook echt vegan? En dan gaan ze kijken en zit er toch alsnog ei in. Ja. Dus ik neem ook altijd een reepje mee. Ik neem niet als ik met de trein ga, blender mee. Maar ik zorg... Waarom niet? Ja. Ik zorg wel dat ik in ieder geval een reepje bij me heb of iets van ik wil bananenbrood of zo. Dat ik zeker weet dat ik niet omkom. Ja, ik neem altijd wel wat meer mee, omdat ik zeker wil weten dat ik gewoon alles binnenkrijg. Ja, maar jij bent een vreepjes. Ja, heel erg. Maar het zijn dus best wel veel dingen die veranderd zijn sinds we vegan zijn. Ja. Eigenlijk best wel allemaal positieve dingen ook. Ja, ook leuk. Ja. Ja, het leukste vind ik ook echt dat ik nu echt weet wat er allemaal in mijn eten zit, wat Tom net ook zei. Dus dat je echt gewoon op de pakjes steeds meer kijkt van wat zit er eigenlijk in mijn eten. En ja, ik vind dat heel interessant. Ik weet ook dat er mensen zijn die het niet interessant vinden. Maar ik vind het heel leuk om te weten wat er in mijn eten zit. Ik vind het gek dat mensen dat niet interessant vinden. Ja, maar er zijn wel meer dingen gek. Ja, maar je wilt toch weten wat je in je mond stopt? Wij wel. En als het je niet boeit wat je eet, dan is het nog steeds wel fijn dat je weet wat je eet, ook al boeit het je niet. Maar gewoon achterloos dingen in je mond stouwen, dat is toch een beetje gek. Ik denk dat vegans sowieso wel wat meer bewust zijn van wat ze eten. Omdat ze constant natuurlijk aan de achterkant kijken. Ja. Ja. En als je er elke keer aan herinnerd wordt dat er overal maar suiker en suiker en suiker en suiker in zit, dan ga je volgens mij automatisch wel een beetje opletten. Dus voor een gezonde leefwijze is dat sowieso wel prettig bij een prettige bijvangst. Ja. Heb jij nog dingen die veranderd zijn? Heb je grappige dingen waarvan je denkt, misschien hebben andere mensen dat ook wel? Deel dat in de comments en laat het ons weten. Misschien zijn we iets vergeten en dat we denken, oh ja, dat was ook zo. Ja, dat deden we vroeger ook nooit. Het is altijd leuk om nostalgische dingen een beetje op te halen. Ja. Dus like, share en deel je veranderingen in je lifestyle. Tot de volgende keer!